Wie is Willem? Ja, Willem, dat ben ik. Willem is een dierenverzorger al enige tijd. En ik heb het vroeger eerst 10 jaar gedaan, die dierenthuis Sloot. En dat heb ik 20 jaar niet gedaan. Dat ben ik nu sinds dag 1 hier in Gaaien zo. Soms zeg ik wel eens, ik mag geen favoriet hebben. Hè? Want dan krijg je de neiging dat de mensen gaan denken dat je een dier voortrekt. Dus eigenlijk mag ik geen favoriet hebben. Maar ik kan er niet omheen dat de muskelsos absoluut bovenaan mijn favorietenlijstje staat. Ik hou van kou, zolang het droog is. Dus ik voel met hun mee. Ik ben ook een koude mens. En dat schept een band met koude dieren. En dan die stoerheid, niet bang. Ze laten zich niet afbluffen. Ze kiezen zelf voor de aanval. Ze hebben een perfecte verdediging. Vluchten doen ze niet aan. Komt in het woordenboek niet voor. Dus ja, dat vind ik super. Ik had ze nog nooit ermee gewerkt of gezien überhaupt. Dus toen ik hier in Gaaien kwam, zij waren de eerste bewoners van Gaaien. 3 dames. Je hoeft er dus echt niet bij te gaan. Dat ben je waarschijnlijk toch een bedreiging. En dat zullen ze onmiddellijk actie, reactie en dan gaan ze in de aanval. Ja, deze wegen is alle twee rond de 220 kilo. Dus en dan komt het met een snelheid van 1 kilometer of 25 per uur op je aan. Met die mooie hoornplaat over die schedel heen. Nee, je hebt geen schijn van kans. En afbluffen, hoe harder ik zou bluffen, hoe harder zij aanvallen. Ze moeten dus overleven in barre tijden, veel sneeuw, dikke pakken sneeuw. Nou hebben we dat hier natuurlijk weinig. Maar ik ken ze uiteraard dus vanaf de beginjaren. Toen hadden we wel hier sneeuw. Dan kom je hier 's morgens als eerste in een maagdelijk wit sneeuwtapijt. Dan zie je 4 sneeuwbulten op dat perk liggen. En dat zijn dus je 4 muskelsossen helemaal ondergesneeuwd. En dan horen ze je en dan ga je voeren en dan komt het overeind. En dan zie je dus gewoon 4 groene grasplekken in dat maagdelijke witte sneeuw. Waar zij dus gelegen hebben. En dat is gewoon geweldig. Binnenkomen 's morgens goed. Maar ik ben zeer hoopvol voor volgend jaar zomer, in mei, in principe wordt het in mei geboren. In verband met de bronsttijd, dan wordt er gedekt. En dan kom je automatisch bevalling in mei. En dan hoop ik een jong muskelsosje hier te hebben rondstuiteren.